Ons bewustzijn is de optelsom van onze zes zintuigen. Met onze ogen zien we beeld, de oren horen geluid, de tong proeft de smaak, de neus ruikt geur, de tassin voelt de aanraking en de geest, die kan dit allemaal en nog veel meer. Elk zintuig heeft zijn eigen type van bewustzijn. Zo hebben we dus een oogbewustzijn, een oorbewustzijn, een tongbewustzijn, een neusbewustzijn, een tastzinbewustzijn en een geestbewustzijn. Bij elkaar is dit het bewustzijn. Vijf van deze zintuigen zijn neurologisch. Dat betekent dat ze gekoppeld zijn aan ons zenuwstelsel. Dit zijn de ogen, de oren, de tong, de neus en de tastzin. Zij kunnen alleen datgene waarnemen wat nu plaatsvindt. wat hier plaatsvindt. wat binnen het bereik van het bewuste zintuig plaatsvindt. wat werkelijk is. Daardoor zijn deze vijf zintuigen voorwaardelijk. Zo kunnen de ogen alleen een object waarnemen wat binnen ons blikveld afspeelt en binnen een bepaald bereik, als er licht op het object valt en als we onze ogen open hebben. Wat de ogen waarnemen wordt volledig doorgegeven aan het perceptueel bewustzijn. De ogen zelf zijn neutraal, kunnen niet liegen, hebben geen mening. We kunnen niet iets verzinnen en alleen maar waarnemen wat er waar te nemen valt. En datzelfde geldt dus ook voor de oren, de tong, de neus en het tassin, maar niet voor de geest. De geest is niet neurologisch en dat betekent dat hij niet gekoppeld is aan ons zenuwstelsel. Zodoende is de geest onvoorwaardelijk. Hij is niet gebonden aan het nu, hij is niet gebonden aan het hier, hij is niet gebonden aan een bereik en kan waarnemen wat niet werkelijk is. De geest kan zien wat er niet is en nooit bestaan heeft, uit onze herinneringen putten en angsten creëren. Het kan ons hoofd dol maken en onze emoties beroeren. Het is onze fantasie, ons voorstellingsvermogen en onze creativiteit. Daarom is het belangrijk dat jij controle krijgt over de geest, in plaats van andersom. De mens handelt en reageert niet direct vanuit onze zintuigen, maar vanuit ons perceptueel bewustzijn. En het perceptueel bewustzijn krijgt zijn informatie onder andere van de zintuigen. De ogen, de oren, de tong, de neus, de tassin en de geest. Maar het krijgt ook informatie van onze herinneringen, onze conditioneringen, aangeleerd gedrag, onze aversies en begeertes, onze overtuigingen en misschien nog wel veel meer. Zoals gezegd, komt ons handelen en onze reacties voort uit het perceptueel bewustzijn. En om dit verder uit te splitsen, is dit ons spreken, ons handelen, ons levensonderhoud, onze concentratie, neutraliteit, onze observatie, onze gedachten en onze inzichten. Dit bij elkaar wordt bij het boeddhisme het achtvoudige pad genoemd. En het perceptueel bewustzijn wordt gevoed. Door onze zintuigen en onze herinneringen, conditioneringen, aangeleerd gedrag, aversies, begeertes en overtuigingen. Op het moment dat we kijken naar onze handelingen, dan zien we binnen het achtvoudige pad dus. het spreken, het handelen, het levensonderhoud, concentratie, neutraliteit, observatie, gedachten en inzichten. En het Boeddhisme geeft ons de opdracht om dit zo zuiver mogelijk te doen. En zuiver betekent naar ons best te kunnen op dit moment. Dus willen wij zo zuiver mogelijk spreken, dan moeten wij zo zuiver mogelijk uit ons perceptueel bewustzijn putten. En het perceptueel bewustzijn die wordt gevoed door onder andere onze herinneringen, wat niet zuiver is, onze conditioneringen, wat ook niet zuiver is. Ons aangeleerd gedrag, onze aversies, onze begeertes en onze overtuigingen. Terwijl we eigenlijk zouden moeten reageren van datgene wat we werkelijk zien, horen, proeven, ruiken, voelen, waarnemen. En het waarnemen, dat doet de geest. En de geest, dat is nog even een probleempje. Want de ogen, die liegen niet. De neus die ligt niet. Onze oren en andere zintuigen die liggen niet. We hoeven niet te proberen onze ogen te scherpen, maar we moeten wel proberen onze geest te scherpen. Juist omdat die bij machten is uit onze herinneringen te putten, angsten te creëren, maar het tegelijkertijd onze fantasie en onze humor is, is het belangrijk dat wij controle krijgen over de geest. In plaats van dat de geest controle heeft over ons. Want, zoals gezegd, de geest is onvoorwaardelijk. Hij is niet gebonden aan het nu, hij is niet gebonden aan het hier, hij is niet gebonden aan een bereik en kan waarnemen wat niet werkelijk is. De methode om dat te doen is zowel mindfulness als meditatie. Dan ga je zowel je concentratie en je neutraliteit scherpen, als ook de geest onder controle krijgen. Zodat op een gegeven moment jij controle krijgt over de geest in plaats van andersom. Het gevolg, we behouden onze fantasie en voorstellingsvermogen en onze creativiteit en we laten onze angsten los. De geest kan niet meer uit onze herinneringen putten, de geest kan ons hoofd niet meer dolmaken. En onze emoties boren.